Dit gaat allemaal helemaal niet goed. Ik Welkom bij de meest onsamenhangende vlog ooit. Het is vandaag woensdag en ik heb net deze vlog geprobeerd te editen. Maar er zijn zoveel losse fragmenten dat ik besloten heb om maar eventjes aan elkaar te gaan praten. Dus dat ga ik nu doen. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag. Het ziet er beter uit dan gisteren, maar het is nog steeds niet echt pretty. Dat zou ik niet in een restaurant serveren, zeg maar. Het begon op zich nog wel goed. Ik zat om 8:50 aan mijn ontbijt met mijn vlog aan het editen en heb de hele ochtend lekker gewerkt. Ik ben mijn vlog aan het editen en ik zie deze trui weer die ik gisteren aan had, die ik straks weer aan ga doen. En ik ging even kijken op de website van Nike en ik zie dat ze hem ook in het bordeaux rood hebben. Serieus! Op een schaal van 1 op 10, hoe erg is het als ik nu dezelfde sweater ook in het bordeaux rood koop. Maar daar heb ik dus niet zo heel veel van gefilmd, want ineens was het 12 uur en had ik al lunch gehaald. Het is weer tijd voor lunch. Ik heb dit keer iets bij de toko gehaald. Het is nasi met tauge en tempeh en tofu. Ik wilde het eigenlijk gisteravond al halen, maar toen had ik ineens trek in kant-en-klaar pasta en cola. Dus nu ga ik even in de herhaling. Na de lunch ben ik weer aan het werk gegaan en om 2:30 was ik klaar om naar mijn ouders te gaan. Oké, het is inmiddels 2:30. Ik ga naar mijn ouders toe. Ik ga even mijn boek bekijken met mijn moeder. Moet nog. Mijn moeder weet er trouwens niks van. Ik hoop dat ze hier thuis voor heeft. Maar mijn boek moet eind deze week naar de drukker. En ja, voordat hij daar naartoe gaat, wil ik gewoon nog eventjes kijken of er nog wat aangepast moet worden. Ik heb sowieso één dingetje zelf gezien. En ik vind het altijd fijn als iemand die ik vertrouw er ook nog even naar kijkt. En daarna ga ik mijn vader ophalen uit het ziekenhuis. Want die is vandaag aan zijn ogen geopereerd. En die kan niet alleen naar huis. Dus dat. Ik ga hem ophalen. En ik moet mijn skispullen niet vergeten. Want ik heb morgen een shoot voor Veilig Nederland. En dat heeft met wintersport te maken. Dus ik moet mijn skis meenemen. Misschien moet ik dan ook mijn auto opruimen. Want ik weet niet hoe ik in godsnaam nu nog skis in mijn auto erbij wil leggen. Oké, goed. Mijn arm wordt lam. Ik ga naar mijn moeder toe. Van aan dat boekwerken is niet heel veel gekomen. Want ik kreeg allemaal mailtjes over afbeeldingen van de vormgever voor het boek. Dat die niet goed genoeg waren. Dus ik moest allerlei mensen gaan mailen. Of om nieuwe foto's te vragen. En ja, toen appte mijn vader ineens. Ik moet worden opgehaald. Dus toen ben ik als een maloot naar het ziekenhuis in Leiden gereden. Maar in dat ziekenhuis ging het ook niet helemaal goed. Of nou ja, ik ben het ziekenhuis niet eens in geweest. In een parkeergarage ging het niet helemaal goed. Ik denk dat we 10 minuten in het parkeergarage geweest zijn. Ja, dit gaat allemaal helemaal niet goed. Ik moest mijn vader al ophalen. Maar mijn vader was blijkbaar al klaar. En ik ben het parkeergarage in gereden. Ja, wacht. Dit gaat echt niet goed. Er zitten al mensen achter me. Maar ik heb dus niet betaald. Ik kan geen parkeerautomaat vinden. Oké, dit is echt een heel slap verhaal. Maar dit is dus allemaal fout gegaan doordat... Dit is dus allemaal fout gegaan doordat mijn vader me had geappt dat ik buiten moest blijven. Maar ik heb een soort van pledge gemaakt dat ik nooit meer naar mijn telefoon ging kijken terwijl ik aan het autorijden was. Dus ik heb dat helemaal niet gezien. Goed, je verwacht het misschien, maar ik heb nog wel iets van een moreel kompas. En ik heb niet meteen mijn camera in mijn vaders gezicht geduwd toen hij in de auto stapte. Hij werd dus eigenlijk allebei zijn ogen geopereerd. Die zijn rechtgezet. Hij is onder volledige narcose geweest. Dus ja, ik begrijp dat je dan niet meteen... Hey pap, hoe gaat het? Ja, ik kan het wel kunnen doen. Maar ik denk niet dat me dat echt in dank was afgenomen. Toen ben ik 's middags bij mijn ouders weer aan het werk gegaan, maar toen ontdekte ik een mega grote vlek op mijn MacBook. Echt van het een op het andere moment. De retina, het beschermlaagje van mijn retina scherm is, of retina, wat is het? Retina of retina? Scherm is dus kapot. Ben ik met mijn moeder mee geweest om boodschappen te doen. En toen zijn we meteen even langs een Apple Store gelopen. En ja, dat moet dus echt vervangen worden. Gaan we doen? Boodschappen, even halen. Yes. Mam, het is inmiddels 6:30 en ik kwam hier eigenlijk naartoe om met jou samen naar mijn boek te kijken. Oh ja, dat is ook zo. Maar ik heb er echt geen zin in. Ik heb mijn bril afgelegd of zo. Hey pap, ik ben aan het filmen. Ach, goed. Gaat het met je? Nee. Oké, doei. Ondertussen heeft mijn moeder een heerlijke tonijnpasta gemaakt. Het recept komt als het goed is binnenkort op de blog van mijn moeder. Maar als het zover is, dan deel ik hem nog wel eventjes met jullie. Waar kunnen we dit recept vinden, mam? Nog niet. Nee? Nee, ik moet nog... Het is pasta met tonijn en rucola en tomaat en citroen? Ja, citroen, anchovies.
lijkt het een beetje op die Jamie's pasta met garnalen, alleen dan met tonijn. Of niet? Ik heb het nog niet geproefd. Nee. Dus ik kan niet zeggen. Dit is met verse tomaten, het andere is met gedroogde tomaten. Oeh, heel erg anders. En na het eten heb ik samen met mijn moeder naar het Apple event gekeken dat 2 uur lang duurde. Zo schattig! Mijn vader heeft geen interesse in het Apple event omdat hij de producten toch pas over 2 jaar krijgt als wij ze hebben afgetankt. Heb je nu jouw 5S? Dat is eigenlijk al best wel oud. Ja, ik kan wel zeggen. Ik heb nog wel een... Nee, sorry. Dat is niet. Maar ik... Jij, ben je nog tevreden over je 6S? Heb je nog een filmpje van 10 jaar geleden waar die 5S wordt aangekomen? Want het eerste uur echt mega saai. Eigenlijk vond ik het grootste gedeelte best wel een beetje saai. Maar de iPhone X, ja, die moet ik toch eigenlijk misschien wel hebben. Of in ieder geval, dat gevoel heb ik nu. Ik wil de iPhone 8. Ik bedoel de iPhone 10. En jij, mam? 8 plus. De 8 plus? Ja, ze hebben de prijs nog niet gezegd. Van jij kan deze wel van mij overnemen. Oh ja. Voor geld. Wie wil mijn iPhone 7 plus kopen? Niet allemaal tegelijk graag. Hij is nog in perfecte staat. 128 GB ruimte. De ad is nu op. Maar ja, ik heb een hele goede... nog werkende iPhones. Ik ga eerst maar eens kijken of ik die iPhone 7 Plus kan verkopen. En dan ga ik wel weer verder kijken. iPhone 10. 3 november te koop. 3 maal raden waar ik op 3 november ben. En waar mama op 3 november is. Ik heb het heel druk. Ik moet voorbereiden voor de marathon. Maar mama heeft net gezegd dat ze op straat gaat slapen voor mijn iPhone. Toch? Ja, in een zo'n tent op Fifth Avenue. Mobiele rolstoel of zo, met een tentje eromheen. Ja, zo. Ik kom hier wel af en toe Starbucks binnen. Schrik je meteen uit het vliegtuig, want 2 november komen we dan aan. En dan breng ik jou naar die rij. Ja, nou ook. Het is nu bijna 9 uur. Eindelijk tijd om samen met mijn moeder naar mijn boek te gaan kijken. Dit is een kleine sneak peek. Ik heb geen zin. Wat kan ik nog meer laten zien? Ik heb geen zin. Oké, tot hier kan ik het wel laten zien. En verder het voorwoord kan ik ook nog wel laten zien. En toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. Het is inmiddels 9:15 en ik ben weer thuis. Het is echt super donker. Voor mijn gevoel was het echt een paar weken geleden nog gewoon licht rond dit thuis heb. Ik weet dat dat niet zo is, maar voor mijn gevoel was het wel. En ik zit nu zelfs gewoon in mijn skijas. Die skijas is misschien wel een klein beetje overdreven, maar ik heb het niet warm of zo in deze jas. Het is gewoon lekker, comfortabel. De reden dat ik hem aan heb is trouwens dat ik morgen een shoot heb. Maar dat heb ik al verteld. Maar ik wintersportkleding aan moet. Dus ik heb deze even met mijn ouders meegenomen. Ik dacht, ik kan hem ook gewoon aantrekken. Dan hoef ik hem niet te showen. Top. Oké, ik ga naar binnen. Lekker make-up te afhalen. En ga ik lekker slapen. Ik ga hier vast afscheid van jullie nemen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Wauw. Kijk mensen. Wat ik net gewoon in mijn skijas vind. Klinkt als geld. Keiharde cash. Dit is serieus gewoon €18,20. Wauw. Dit is echt. Ik ben rijker dan ik dacht.